Welkom bij Spin & Talk. Dit was even een klein cabaretje naar aanleiding van de huidige situatie. Ja. Vorige keer probeerden we Vaccinated for Your Love te zingen. Dat ging ook grandioos mis in. Dit was ook een beetje moi. Maar bij deze hartelijk welkom. Wie bent u en waarom? Nou, het zijn geen lies. Nee, het zijn geen lies. Maar wie ik ben, dat is heel simpel. Ze is hospik. Nou, en wijkverpleegster in de pijp, hoor. Wijkverpleegster in de pijp. En ze is, even voelen hoor, Captain Stubing. Captain Stubbelig. Captain Loveboat. Captain Loveboat. Ik heb jou uitgenodigd, want jij bent zoals Tommy Page. Tommy Page van, hoe heet zijn winkel? Ook weer. Tommy Page. Oh, dat heet Tommy Page. Ja. Tommy Page, vintage kleding, pur sang. Die zei al van, oh, dit is de levende jukebox. Maar dan absoluut. Niet die twee dames, maar gewoon als hospik. Luister, deze show gaat, Disco Totaal TV, Spin & Talk, is ook heel erg random altijd. Dat ik iets uit de kast haal en opzet en als ik het leuk vind of niet. We hebben het erover. En de gasten, die nemen, dat is de nieuwe verrijking van de show, die nemen platen mee. Ja. Waarvan ik ook helemaal niks weet. Nou, wat ik wel weet is dat jij een groot verzamelaar en liefhebbers bent van diva's. En curiosa. En obscurica. En die laatste twee gaan we nu beginnen. Ja. Want je begint met een plaat. En ik hou van de mensen die confident zijn voor zichzelf. Met een plaat die hij zelf genees heeft geluisterd. En waarom? Omdat het is eigenlijk hetzelfde als ik. Af en toe koop je iets voor de hoes. Ik heb hem voor de hoes. Nou, kijk dan toch. En dit is niet Eddie Van Halen. Absoluut maar niet. Het is Michel Pornareff. Polnareff. Polnareff. Het is waarschijnlijk een Poolse prostituut. Wat is het? Zij is natuurlijk Poolse import, dat is overduidelijk. Ja. Jaren 60, 70 hebben we het over. En ze staat in stadions, al of niet leeg, dat weet je niet. Nou, ik ben leeg. Als je de stem hoort, denk je leeg. Maar, één groot nummer, dat kennen we allemaal. Love me. Moet je even zo om je heen en dan sta je in beeld, ja? Love me, please love me. Met die piano in. En dat is dat en nog? Staat dat hierop? Nou, kijk eens even. Of moet je ik had hem helemaal opgeborgen in mijn extra obscuria. Staat dat nummer? Love me op? Love me, please love me. I love you because. Nee, dat is iets heel anders. Ik denk dat we de verrassing gewoon. Nee, staat hier niet op. Maar hij is voor de hoes. Zoals ik alles voor de hoes koop. Mensen, hier is ze. Michel Pornareff. Michel Pornareff. Pornareff. Het is wel een vent. Ja, dat is natuurlijk ook. Stop. Als je heeft geen tiet. Geen tiet. Ik had vroeger ook geen tiet, maar nu wel. Ik vind het leuk! Hij is het wel toch? Zo'n Roske zou het ook leuk vinden, dit. Dit denk ik ook. Zal ik het niet sneller zetten? Ja, doe maar. Gaat ze weer langzaam. Het was net zo leuk. In het Frans heet dat. Il va lentement heet dat. Als je daar ineens naar langzaam gaat? Naar langzaam, dan is het il va lentement. Hij gaat langzaam. Lentement. En dan is het van vanaf nou. Komt-ie.
Dakota. Ik zie die toets, die jullie toets, een koning naar de zon, maar dat doet. Je taak hier met zin en zin. Ne dites rien contre moi, ou je ne répondrai rien. Elle est en colère, elle fait le coup de poing. Et si tu dis tout, si tu dis tout, ce qu'on dit ma belle, c'est ma partout. We gaan meteen door naar eigenlijk de aanleiding waarom we deze uitzending maken met jou. Namelijk de grote hit van Daisy Dynamite. En nu heb ik al mijn bril boven laten liggen en jij ook. Dus we gaan puur op gevoel. À la Disco Totaal, dat ik gewoon een kant opzet. We horen het snel genoeg. En straks gaan we even vertellen waarom. Ja, dat is het. Oh, no.
looking for all the places in my heart before the world began. I've only no desire, and my poor soul will burn into eternal fire. And I can't even cry. I wish that I could be a silent sphinx eternally. I don't want any past, only the things which shall lie. And I can't even cry. Martin. Dit was Amanda Leer. Want tussen al die oude sterren die je bij je hebt, is dit eigenlijk de meest contemporary. Het heet natuurlijk Disco Totaal TV. Nou, ik vind het erg totaal. Dit is heel erg totaal. Want we hebben een paar aankondigingen ook nog te doen voor aan jullie. Dat vertellen we zo. Nee, vertel het nu. Want ik zit hier te wachten op een drink die ik maar niet krijg. Ja, ga ik even inschenken lekker voor je. Ja, gaat zo. En laat Amanda, en ik zag onlangs, dat moet ik zeggen. Ja. Ik ben geabonneerd op mijn... Kom eens even dichterbij de camera. Ik ben geabonneerd op mijn telefoon. Een Franstalige talkhost show. En die heeft dan elke week heeft die interviews met onder andere Amanda Leer. En vorige week stuitte ik op de aankondiging Amanda Live zoals ze nu is. Oh. En het was in een louche Lido club in Parijs. Paris, c'est vrai. En weet je wat het leuke is? Ze zag er nog uit als 23. Maar ze is al, ik durf het niet te zeggen. 83. 83. Ze is 83. Er is 50 jaar behandeling. Is er schaamteloos en onzichtbaar, over dat gezicht heen. Ja, en de laatste paar keren erg goed, moet ik zeggen. Heel goed. Heel fris eruit zag. Ze blijft Amanda. Ja, ze blijft. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Dat is een fout die veel mensen doen. Wij zijn van non-alcoholica in deze show altijd, met gekke kleurtjes of toestanden. Ik weet niet wat Martin wil drinken, dus we hebben een hele potpourri van allerlei... exotische mixen en theeën, maar altijd wel met een bubbelette. Dus dan gaat hij nu even voor mij mixen, want ik ga jullie even wat vertellen. En dan ga ik mixen. Mensen... Dit is een geweldige aankondiging. Disco Totaal komt eindelijk naar jullie. Het Disco Totaal Italo Festivaletje. Op zaterdag 21 augustus. En je kan nu kaarten kopen. Je ziet de link hieronder. En dat is overdag van 2 tot 11. Met Iro D, Dynamic D, Machinegeweer... Maxime Duval en de Duvalets. Het kan allemaal niet op. We gaan dit keer gewoon lokale heroes doen. Want dat vinden we gewoon belangrijk om die te steunen. En we hopen dat jullie erbij zijn. En die... ga ik dan nu even iets vertellen. Want we hadden het over oude sterren. En ik heb hem natuurlijk toch ook een beetje voorbereid om wat aan Martin te laten horen. Waar ik dus heel erg van hou. Want jij hebt natuurlijk echt oude sterren. Maar ik hou heel erg van oude sterren. En ik zag dat jij ook Shirley Bessie bij had. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Namelijk dat hij door Yellow en door... En dan ben ik dan weer die andere naam vergeten van die producers duo. History Repeating Itself, dat nummer. Ja. Hoe heet het ook alweer? Maar goed, het is on the tip of his hospic. Wat ik leuk vind is dat ze dus oude sterren nieuwe muziek maken. Ben je toch aan het doen, meid? Ik hou van een vol glas. Oh, ze houdt van een vol glas. Het hele huis is al gesigneerd en gespletterd en gedaan. Het is toch niet te geloven. Oh, dat zeg je weer van een armoe in mijn eigen huis. Het is echt heel armoedig. Maar goed. Het heet Spin & Talk. We gaan het nu opzetten. Ik ga het zo wat over vertellen. Dit is Sandy Shaw.
En niet Puppet on a String, maar vele decennia later. Die ken je, daar heeft ze een songfestival mee gewonnen. Puppet on a String. Ja? Ik word helemaal excited hier. Het is 12 inch, dus het duurt een beetje lang. Je kunt natuurlijk ook de single versie opzetten. Maar nou ja, het is een mooie intro, toch? Ja. Heerlijk dit, dankjewel. Zij heeft dus een nummer van Morrissey, van de Smiths, Hand in Glove, daar heeft ze een grote hit mee gehad, heeft ze opnieuw opgenomen. Morrissey die heeft haar dus weer herontdekt, die was groot fan van haar, heeft een plaat met haar gemaakt. En ik heb allemaal door Jens Keller, die heeft me dat verteld ook, dat die Morrissey kreeg later ruzie met haar, want... ging ze ineens halverwege allerlei singles ging ze zwanger worden en dan weet je wel. Maar die dat vrouw wilde toestanden. Ook een normaal leven. Snap je? Maar toen is die plaat er niet zo'n groot succes geworden, die LP, en zo als dat ze hadden gehoopt. Dus toen was de liefde weer een beetje bekoeld. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Ja. Je 100 jaar fan bent van iemand en dan gaat het mis. En dan, ja, dus eigenlijk moet je nooit iets met je mensen waar je heel erg tegenop ziet. Je moet gewoon... Alleen werken met peers. Ja, maar weet met je wat peers. En dan hebben we het niet over mijn model van figuur. Met peers. Maar zij heeft dus... zij heeft dus echt wel een leuk nummer. Want dat Hand in Glove ik vreselijk nummer. Maar zij heeft dus deze gemaakt. Ja, nee, vertel. Maar waar ik nog steeds dol op ben... Nou. Dat is haar oude single natuurlijk. Want ik ben hun specialist in Goud van Oud. Ja. En dat is Girl Don't Come. En daar moet ik altijd aan denken... Als ik een erotisch avontuur heb... En het lukt niet helemaal... Dan gil ik in mijn binnenste... Girl Don't Come. Maar dat heeft ze ook echt gezongen. Girl Don't Come. Met die Sandy Shaw uithaal. Ja. Die nou, vibe. Die we gaan vibratie. Nu kijken of ze... Moet je kijken of jij... Hoe jij dit nummer vindt. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Want dit is dus de single versie. Zit uit mijn hoofd te lullen. Er staat helemaal geen single versie op. Dus ja, ik luister gewoon naar je. Nee. Ik ben een professionele vrouw. Ah, nou echt. Wat is dit voor voorbereiding? Dit staat dus alleen maar de 12 inch versie. Dus die zetten we gewoon wat later op. Ja. Zo. Ja. Thank you.
vond het eigenlijk... ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ook niet. Ik heb een soort middelmatig gevoel bij en dat is nooit goed. Nee, en ik moet toch denken aan die oude tijd weer. En het gaat me niet uitstellen met de oude tijd. Nee, maar... Maar dan moet ik weer denken aan There's Always Something to Remind Me. En dat is voor mij Sandy Shaw. Ja. Ik moet zeggen, haar stem werd was een beetje, zeg maar, ondergegraven in het orkestraal. Geweld. Een dub geweld. Dat vind ik jammer. Echt op de Bunnyman ja. En kijk, je hoeft niet echt heel erg goed te kunnen zingen. Helemaal niet. Als je maar gewoon présence hebt. Zoals de volgende zie ik hier. Zoals? Al. Ik zie een MGM. You shake my nerves and you rattle my brain. I just adore your sensational friend. You broke my wings, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I've seen some muscles and I've seen some checks. You've got the coach work that I like the best. My guns they ring when you shake that thing. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Oh, feels good. Oh, oh, me, baby. Oh, oh. Won't you love me like a lover should? You're fine, so anytime. Get to tell this world that you're mine. I like to watch you when you're in the gym. Just making sure that you don't get too thin. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. You shake my nerves and you rattle my brain. I just adore your sensational brain. You got my will, I'm one of three. Kiss me, baby. Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Kiss me, baby. Hold me, baby. Hold me, baby. Want you to love me like a lover should. You're fine. Anytime. Got to tell this world that you're mine. I just can't wait until I get you home. And then I'll wrap you in the warm love. Come on, baby. Drive me crazy. Oh, goodness gracious. Great balls of fire. Oh, wie was dit? Wie kent haar niet, wie zou ik zeggen. Niet? Ik zou zeggen, dat is Mae West. Kan je even die hoes erbij pakken? Oh, ja. Hier is een geweldige hoes. Het is een sensatie hoes. Sensatie. Want alleen, kijk, dit. En iedereen kent haar natuurlijk als dit. Come up and sing. Dat soort dingen allemaal. Een geweldige zakenvrouw. Ook. Tot aan haar dood, van haar eigen image. Ja, maar de mensen die het dus niet weten, zij was al in jaren 1930 in Amerika, werd zij opgesloten, ze werd in de gevangenis gezet, omdat zij radioshows had, de eerste talkie, zoals wij dus nu ook doen, alleen met belt. Zij zat toen achter de radio. En kent iemand nog het woordje radio? Ik bedoel, wij hebben een publiek wat zegt, wat is dat, een radio? Video killed the radio stars. Nou, dat dus. En toen was hij al een beetje van, why don't, is that a gun in your pocket or are you just happy to see me? And it's the sin I'm in. En ik heb een heel boek met al haar Maar zij heeft dus haar levenswerk eigenlijk gemaakt om gewoon het tuttige Amerika gewoon vrijer te maken. En het was een briljante vrouw, scherp van geest. En ze kwam in de gevangenis terecht. Waar ze toch haar eigen cel kreeg. Met toch haar eigen kleding. Want ik bedoel, hoe dan ook. Ook toen in de jaren 30 was er al voorkeursbehandeling. Voor seksdiva's zoals Mae West. Zeg, dat een heerlijk verhaal? Heerlijk. Over seksdiva's gesproken. Zij hield natuurlijk van een boaatje. Hè? Ja. Nou kijk, ik trek dit uit jouw... Ik zie hier regime. Met een roze boa. Wat kan je van deze vrouw vertellen? Nou, goed, kijk dan. Deze foto is dan uitgeknipt op de lengte van die boa. Wat hysterisch. Kijk dan. Of dat er alleen maar een hoofdje achter staat. En de rest is boa natuurlijk. Maar wie is dit? Nou, Régine is een soort van een chanteuse. In het Parijse uitgaande leven was zij een Lido-star ooit. Ja. In de jaren 50, 60, 70. Zover moeten we teruggaan. Ja. En ze heeft dus een hele grote hit gehad. Is dit een greatest hit? Nee. Je t'aime le grand jeu. Ik hou van je grote ogen. Nou kind, daarom ben ik zo door. Oh.
En voor de mensen die geen Frans spreken, ik ga het nog een keer zeggen. Oh, ik vertalen wat ik net zei. J'aime te grange. J'aime la vie. Ja, en dat is Sandra Kim natuurlijk. En wij zijn het Regine. Maar dat betekent dus, ik hou van je grote ogen. En dat zou weer zo'n song kunnen zijn van vertaling van Koos Alberts. He? Dat dus, ik hou van je grote ogen. Maar goed, we zetten de grote ogen even op. Ik zou willen doen het nummer Paris. Paris, en Paris. Dat is welk nummer? Dat is op de eerste kant. Nummer 1, 2, 3, 4. 4. Ja. Dat is haar grote succes en doorbraak geweest. En in alle André Hazes cafés in Parijs in die tijd was dit het nummer. C'est pour Paris que les touristes viennent. Paris. Krijg ik een chanelletje aan, Martin? Absoluut. Paris. Paris, is mon amour. La 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 la. Ik heb een andere ster, een Duitse ster. En ik weet niet wat jij ervan weet. Het enige wat ik er nog van weet, ik heb een plaat, ik heb geen idee. Net zoals eigenlijk jij met die allereerste plaat die we hadden. Ja. Dat ik niet weet of er een hit op staat of hoe of wat. Ik weet het ik enige. Ik heb niet gezien wat je hebt opgezet. Nee, dat is voor mij een volslagen verrassing. Dat is een verrassing. Een verrassing. Maar ik kan een tipje van een nare sluier, omdat we natuurlijk toch een thema hebben. Het enige wat ik weet van die vrouw, wat ik me kan herinneren als jong gupje, dat het altijd over kanker ging en over het overleven daarvan. En ze heet Hildegard Kneef. Oh. Klopt dat? Het was toch een tragische meid? Ja, haar boek, daar heeft ze 100 jaar over gedaan. Maar het is uiteindelijk uitgekomen. 60 jaar aangekondigd. Ja. Einmal nicht war, da wuchsen Bäume. Die stem. Die wuchsen in den Himmel hinein. In den Himmel hinein. Wo heute Häuser. We zijn 30 seconden onderweg en ze heeft het al. Hemel. Ze is al hemelen. Ja. Maar ze zit ook naast Manne en de Dietrich, natuurlijk. Ja. Daar zit ze naast aan de bar. En met colaatje te delen. Nou, zo te horen zit er wel meer in die cola. Ja, mentola. Niet cola. Een hele doos mentola's. Een kretten. Een Javaanse jongen. Oh, en meisjes. Zeg, maar... Staat hier een hit op? Nou, dat ga ik je zo vertellen. Nou, mijn favoriete nummer staat erop. Ja, het gaat niet over een hit. Het gaat over wat wij geweldig vinden. Mijn all-time favoriete nummer, waar ik als garde-officier van de Love Boat in mijn witte uniform, je ziet het, daar krijg ik natte knieën van. Laat de knieën eens even zien. Je bent namelijk Unten Ohne. One. Ja, met Unten Ohne en jij zou zo de Knockley Knee Competition winnen. Nee hoor, het zijn benen die gezien mogen worden. En daar hebben menig man en vrouw op mijn schepen hebben daarvoor geknield. Snap je? Dat begrijp je natuurlijk. Charo op de hand. Oh kind, Charo. Charo. Maar welk nummer gaan we opzetten? Nou, dat is het eerste nummer van kantje 2. Es war beim Bal Paris. En de titel alleen al. Ja, de titel alleen al. Heimwee naar de tijden van vroeger. Es war mein Bal Paris. Und ich möchte gerne sein in die Schnee. Ik verzin ook maar wat. Een wals.
es war beim Winterregen. Draußen lag schon der erste Schnee, da sprach ein Domino die Kolumbine an. Er küsste ihr galant, vor jedem Tanz charmant die Hand. Sie war zum ersten Mal auf einem großen Ball. Ringsum war Lichterpracht, sie tanzten eine ganze Nacht. Sie sah nur sein Gesicht, kannte den Namen nicht. Er gab die Rose aus rosa-rotem Glanzpapier. Sie nannte ihn dafür mein Rosenkavalier. Wie lang ist das schon her? Erst fiel ihr das Vergessen schwer. Heute ist der Domino. Ja, Kind, hier kann ich walsen. Nirgend und nirgendwo. Doch was sie später fand, das war das Glück aus erster Hand. Und sie hat längst entdeckt, was hinter Masken steckt. Doch fällt der erste Schnee, träumt sie von ihrem Alperie. Andere drehen sich im Kreis, im reichen Lichterglanz. Träume aus Pommerschee wollen getrennt sein, weil die Jungs. Nou, ja, sorry. Oh, we hebben natuurlijk. Wacht even hoor. We gaan even op de andere tour. Wel een diva en ook Duitsland. Wat zou het zijn? Martin, ja. Bij mij de show, Disco Totaal TV, gaat, wat ik al aan het begin van de show zei, over random iets uit de kast pakken. En soms kom je wel eens dubbele tegen, ja. Die je dubbel hebt gekocht. Ja. En ik heb er zo ook een cadeau gedaan aan Jens Keller. Ik weet niet meer welke plaat het was. Oh, Fats & Small, die hebben we geen eens gedraaid. Maar die had ik dubbel, dat vond ik hartstikke leuk om te geven. Hij heeft mij zelf ook... een dubbele gegeven van hem. Het is mijn haarbeeldig hierop. Zes, zie je het? Maar zij is sowieso heel beeldig. En zo dik. Ik vind dat wij een geweldig paar zijn. Eigenlijk. Maar ik ga jou nu een cadeau geven. En het is helemaal in het kader van deze uitzending. Want het is namelijk een Nederlands-Duits diva. En deze plaat geef ik jou cadeau. Even kijken. Romy Haag. Romy Haag. Oh, uit Den Haag, Scheveningen. Uit Den Haag, Scheveningen. Super Paradise en en Hermafrodiet. En we gaan nu Super Paradise draaien. En nou, dat is jouw cadeau, alsjeblieft. Wat een heerlijk cadeau, dankjewel. Mwah, mwah, mwah. Ja, ik ben natuurlijk dom, bro. Ja, dat begrijp je. Wie niet trouwens. Nog steeds zeer actief in Duitsland. Had hier nog geen zangles van David Bowie gehad. Nee maar ze had andere lessen van David Bowie gehad. Ja, hoor. Zij was dus vriendin van David Bowie. Ja. Maar ze heeft hier een beetje zo'n schreeuwstem hier. Heerlijk, maar wel lekker rauw. Ja, heel rauw. Ah! Super Paradise, come on through. Once in a time, there was a world.
andere kant, hè? Heet Hermafrodiet. Ja. Ken je dat nummer? Is dat wat? Nou, is ik ken het woord wel, maar ik weet niet hoe het muzikaal is gegaan. We weten niet of het een double A-side is. Het is vrij makkelijk natuurlijk, want die voorgaande was natuurlijk ook een beetje moi. Maar... Hermafrodiet. Ik sta, ik sta. Iets met die in beeld. Ja, ik zit helemaal in extase. Ah, we zijn aan de vormen. Dat was een passend einde. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. Ik ga nu iets heel leuks doen voor je, Martin. Namelijk, we hebben het over oude sterren. Ja. En over nummers die dan opnieuw worden gemaakt. Covers, dat soort dingen allemaal. En moet je nou dit horen? Dit is een van mijn favoriete zangeressen. Maar die heeft dus dit nummer. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik vind het zo leuk om jou als gast te hebben. We hebben genoeg om over te praten. Nou, komt-ie. Wij kunnen wel een avond vullen. Echt, hè? Huh? Komt-ie, hoor. Oh, ik geef er al een beetje weg. Komt-ie.
kan je eigenlijk niet remaken, want die remake was niet zo goed. En het is wel een van mijn favoriete zangeressen. Ik ga dat nu laten, aan je laten zien. Maar wie was die Hollandse? Shirley! Shirley Swindles. Nou. Ik heb die LP ook. Ja, maar nooit gedraaid. En terecht. Maar ik bedoel, ik ben heel even. Ik hou ze heel even natuurlijk. Ja, ja. En ja, ze heeft. Ik heb hem in de Ramsje ooit gekocht in de Haarlemstraat. In die winkel. Is, ja, ik ken dat. Voor €1,25. Ja, leuk. Voor heel even natuurlijk. Maar dit is natuurlijk ook geweldig. Dit is geweldig. Maar foutigheid het originele. Ja, de originele is de toch een disco stamper. Ja. Nobody baby, if I can't have you. Heb jij nog een disco stamper? Iets up tempo's? Want wij hebben natuurlijk allemaal veel oude sterren. We gaan op en neer en heen en weer. Maar ik ga eens even kijken. Oh, ja, platen draaien is snel schakelen. De naald. Ze nieden. Ja. Dat is het andere werk. We gaan het laatste kwartier in. Het is niet te geloven. Het gaat zo snel.
Niet dat ik daardoor de alle platen 45 toeren ga draaien. Maar dat maakt ook niks uit. Dat maakt ook niet uit. Wat doen we hier? Ik dacht van nou, omdat we toch zo op het laatst zitten. Misschien moeten we even nog iets omhoog. En dan het laatste soort cooldown met een oude ster van jou nog. Is dat een goed idee? Dat is een heel goed idee. Jan had de leading mistress, darling. Oh, thanks. So, hello. Nou. I'm only follow me. Wat vind je van mijn backhand? Klats! Oh. Nou, je hebt het Wimbledon gewonnen. Ik heb hem. Nou, daar ken ik nog wel een paar verhalen over. Luister, wat vind je hiervan? Ja. Hoor ik een Boney M sound? Ja, absoluut. Dat is de producer van Boney M. Ja. Dat hoort zelfs een dove. De producer van Boney M en het is... Oh, heerlijk tiet. Oh, ja. Ik ben dol op de Silver Convention. En dan heb ik een tiet. Tiet is fijn, hè? Ja. Loveboat, hè? Volledig. Toch een beetje Loveboat voor volledig Martin. Volledig Loveboat. Ja, ik denk het wel, maar... Een soort dansvloerhit. Het is nu een beetje meer achtergrond sfeer maken. Ja, het is nu gewoon in een winebar. Ja, dat is heel grappig eigenlijk. Maar er staan nog een paar andere hits op. Ik vraag me af, hebben hier mensen ooit op gedanst? Want het is volgens toch... Ja, het is natuurlijk wel een hit geweest. Maar waar is die hoes gebleven? Ja. Wat denk je hiervan? Even kijken hoor. Nee, ik weet het al. De grote hit van hun... Fly Robin was Fly. Was deze. Toch? Fly Robin Fly. Ja. Maar welk nummer is dat? Nummer 3. Dat moet de andere kant. Excusez-moi. Nou, dan zien jullie allemaal dat het gewoon hartstikke live is dit. Het is live, maar het is ook zo gezellig. Live staat boven kaif. Oh, ik moet een injectie. Give it my injection. It's time for your medication to top off. Give it now. Give it it's now. It's just to make you feel a little better. Fly, fly, fly. Oh. Vaccinated, wow. And I know why. Fly, Robin, fly. Oh, wat een heerlijke plaats. Up to the sky. Nemen we vandaag, gaan we met het schip de Noordam.
De SS Noordam. De SS Noordam. Van de Holland-Amerika. En dan hebben we het niet over de Duitse SS. Ja, maar hij bestaat echt, hè. Wat, waar staat de SS eigenlijk voor? Stoomschip, denk ik. Stoomschip, ah. SS. Ja, in de Duitse tijd was het wat heel anders. Ja. Ja, maar ja, het is wel zo, de SS. Maar ook die Fly Robin Fly, hè, als je hem dus in de originele stand niet sneller draait, is het dan ook een beetje een wijnbar nummer geworden. Absoluut. Luister, ik heb iets uitgezocht waar ik zelf heel nieuwsgierig was van jou. Want dat is namelijk ook een zeer oude ster. Nou, als je het hebt over gelift, je weet niet wat je ziet. Mami van Doren. Ze is nog helemaal, maar ze heeft ook dat lijf ook helemaal. Het is, maar ze is onherkenbaar met hoe ze er nu uitziet. Ze is ver in de 80, maar helemaal prachtig, maar te heftig. En niet zo mooi als Amanda Leer. Maar ze is dus nog zeer actief. Maar dat was een filmster die zeg ver voor ons tijd was. Ook zelfs voor jouw tijd. Nou, vind je dat niet een beetje te erg gezegd? Zelfs voor mijn tijd. Nou, het lijkt wel of dat ik hoor dat ik voor de Eerste Wereldoorlog ben geboren. Eerste Wereldoorlog. Nee, dat is niet waar. Want ik ken jou met Bont en Juwelen. Dus je hebt die tweede ook meegemaakt. Maar, maar daar heb ik heel veel voor moeten doen. Snap je? Mijn knieën zijn nog beurs in de Tweede Wereldoorlog. Dat kan ik je wel vertellen. Martin Kneef. Maar, nou, ik werd gekneveld. Maar daar ben ik voor betaald trouwens. Maar Mami heeft dus ook wat een gekke naam. Mami van Doren. Is dat oorspronkelijk Nederlands? How I want you, how I want you. Dat is toch ook Mame? Maar ik ken haar. Amerikaanse Mame. Ik ken dus helemaal niet. Kijk hoe beeldig ze was. Ja. Kijk eens. Maar ik ken helemaal geen enkel. Kijk, het is totaal J-man Mansfield dit. Helemaal. Wacht, we moeten hem even uit de hoes halen. Ja. €65 collectors item uit 1968. Kijk dan, prachtig. Fijn dat je die hebt meegenomen. Maar ik weet helemaal, is dit muziek uit haar films? Van de original? Ja, ze heeft in films natuurlijk gespeeld. En dat zongen ze altijd natuurlijk. En de Beat Generation is natuurlijk echt in de 50s. De Beat Generation komt erop. Maar dit is meer een soort strip. Dat strip. Maar heeft ze er ook beatmuziek op? Ja, dat is I was elected campus queen, and I got a degree in anatomy directly from the dean. I drove that professor insane. With my extraordinary scientific brain. Dat is een beetje musical. Dit is dat dit. You're so sure you're my desire, but you should be told. Even with a blazing fire, you would leave me cold. Het is toch heerlijk als zo'n leuke dame zegt tegen een heer: You are slipping and sliding me away. Ik bedoel, wat moet zo'n man dan niet denken? Nou, you are slipping and sliding away. Wij gaan deze uitzending eindigen met de gedachte van menig man. En dat is namelijk: dankjewel, Martin, dat je hier was. We gaan voor jou eruit met het nummer Take Me to Heaven van The One and Only. Nee, een fractie van zijn plaats.
was niet echt een super disco, disco Italo uitzending. Maar dat mag ook wel eens. Het is juist leuk. Het gaat over de muziek en de oorsprong en de zaligheden. Zaterdag 21 augustus zijn jullie erbij. Buiten, bij Brett. Disco Totaal Italo Festival. En doe. Dit is een hele lange intro. Oh,